Oké, er wordt zo vaak gevraagd of ik een make-up tutorial wil opnemen. Ik weet niet waar ik... Dus ik weet waar ik moet beginnen met make-up. En ik moet me nou toch opmaken. Dus ik denk, nou ja, het is zo gebeurd. Dus laat ik het dan maar gewoon even doen. Ik heb als eerste wat ik gebruik op mijn gezicht, heb ik al gedaan. Want ik douche en dan... Ja, ik heb een beetje jeuk ineens. Heel erg jeuk eigenlijk. Maar ik heb gedoucht. Dan smeer ik altijd even clindamycine. Clindamycine. Hier. Het is een lotion tegen acne. Ik moet wel zeggen, sinds ik een pony heb, heb ik gewoon veel minder werk. Dus ik kan het zo doen, maar ook zo. En ik vind het met chiller, het is beter. En ja, het is gewoon ideaal weer hetzelfde liedje. En mijn nieuwe shirtje kruipt iedere keer omhoog, dat is ook niet leuk. Maar even geen onzinpraatjes meer nu. Ik heb echt het meest kere spiegeltje. En dit is gewoon van een poederdingetje geweest. Dit is mijn spiegeltje. Hallo. En nou, daar ga ik het maar gewoon mee doen vandaag. Ik maak me een beetje schoon, anders zie ik niet zo goed. En het is een hele simpele make-up voor vandaag. Het enige wat ik doe, is even mijn rode dingen wegwerken met een... Oh ja, ik moet natuurlijk alles laten zien nu. Ik heb een HEMA coverstick, de groene. Dat is om rode vlekjes te vervagen. Dan ga ik zo... Kijk, die, daar had ik het gisteren ook over. Of eergisteren, zo vaak film ik toch niet ineens. En hier, zie je dit? Daaronder zit iets waar ik niet blij mee ben. Ja. Al een beetje hier. Daar. En uitkijken met de piercing, dat wil ik niet. Dit zijn de meest irritante plekjes. Dus die maak ik even gewoon neutraal. En het vervelende is, nu ik zo klop op die pukkel. En op die rode vlekjes. Ik heb altijd het gevoel dat ik dan de groei... trigger, dat ze nog groter worden en weet ik veel wat. Maar, weet je, zeker wordt onzeker. Ik wil gewoon geen rode vlekjes. Oké. Nou ben ik nogal een beetje rood op andere plekken, maar dan is dit een stuk minder storend. Dat betekent trouwens wel dat ik foundation ga dragen vandaag. Oeh, daar is iets mee aan gebeurd. Wacht. Tja, bam, bam. Er komt ineens, ik gebruik me altijd, er komt ineens smurrie uit hier. Een beetje foundation met een oliewater er doorheen. Heel goor. Ik weet niet waar ik me aan doe denken, maar ik vind het gewoon vies. Zo. Nou, ik krijg nou wat. Is deze oud? Unos momentos. Nou, dit gebeurt me nou nooit. Jongens, ik neem één keer mijn make-up. Nee, dit is weer zo'n... Dit is weer iets waardoor ik mijn camera ga uitzetten. Dit is weer zo'n ding waar ik doorheen moet. Oh, en wat wel leuk is... ik doe alles cheap. Dus ik hou niet van dure onzin of onzinnige onzin. Ik hou van goedkoop en goede producten. En soms moet er wel wat duurs tussen zitten, zoals een lipstift. Kijk. Zie je het wel goed? Nou, weet je, ik doe het gewoon even snel. En dan moeten jullie maar zeggen van, oh wauw, ja, dit willen we vaker zien. En ik doe het altijd met mijn vingers. Ik weet niet waarom. Ik kan gewoon niet wennen. Mensen hebben me een keer een kwast gegeven. Nou, toen zat ik helemaal onder de acne. Toen heb ik hem weggegooid. Heel stom. Want ik was gewoon vergeten dat je dingen gewoon kon wassen. Ik ga je nou laten zien hoe ik mijn wenkbrauw teken. Ik begin aan de voorkant. En ik doe geen haartjes of ik voel wat voor moeilijk gedoe. Ik ga al helemaal niet met de Insta-wenkie lopen. Want soms zie je mensen op straat lopen met Instagram make-up. En het enige wat ik denk is, jezus, doe normaal, haal eraf. Gewoon omdat het zo typisch is. Het is niet meer je eigen make-up, het is niet meer lekker relaxed. Oh, sorry, hier zit het voor. Maar het is niet meer lekker relaxed make-upje gewoon. Of je eigen ik laten zien door middel van make-up. Nee, het is allemaal hetzelfde. Allemaal Insta-wenkies. Van die typische nepwimpers elke dag. Highlight. Dat denk ik, hoeft toch niet? Nou, dat is nummer 1. Oh, en ik kijk altijd boos als ik mijn wenkbrauw doe. Ik kan ook zo. Oh, wacht. Zo. Nou,
Nee, oké. Ik wou het zeggen. Ik heb amper wenkbrauw, maar wat ik nou doe is... Hierboven zit ook gewoon nog haar. Ik volg gewoon die lijn. En doe ik dat ook aan de onderkant. En ja, ik wil eigenlijk wel lekker lullen en zo. Maar ik ga dan weer van alles laten zien tussendoor. En we willen toch nog even gewoon een keer een normale make-up video, toch? Dat willen jullie al zo lang. Dus dan ga ik me daar eerst even op focussen. Ik begrijp het trouwens niet verkeerd hoor. Ik vind een Insta-wenkie wel mooi. Maar ik vind het zo niet eigen. Dat het gewoon niet eigen is, zeg maar. Ik pak even mijn oogschaduw. Kijk hoor. Beter! Oké, dit is echt een heel skeer dingetje. Luister, je moet gewoon neutrale kleuren gebruiken. Wat is als je mijn make-up wil nadoen of weet ik voor wat je wil. Ik gebruik neutrale kleuren zoals bruin, een beetje goudachtig. Wat bij mijn oog past. En dan heb ik deze. En het erg van het verhaal is, ik heb echt heel veel hoor. Maar deze heb ik van een vriendin gekregen, want die gebruikte hem niet meer. Maar ja, weet je, ik ben zo sloeber. Ik gebruik dat. Maakt mij echt niet uit. Als het maar werkt. Kijk zo. En dit wil ik gewoon even zo een beetje egaal hebben. Want ik ga echt niet te veel doen, hè. Vandaag heb ik daar geen zin in. Ik doe niet eens elke dag foundation op. Maar ik denk, ja, ik kan natuurlijk geen make-up video maken dan al mijn pukkels laten zitten. Dat is een beetje strange. Nou, oké, doen we zo. Oh, ik wil een klein beetje een arcadeboog trouwens. Zie je? Altijd we gaan opmaken. Het wordt stiekem toch al merk. Oh, een beetje van die, een beetje van die, een beetje van die. Want ik heb nou tijd, dus... Oké, ik gebruik nou de bruine. Dit kan ik zelfs hier. Kijk. Dit geeft aan het einde... een mooi verschil, zeg maar. Zo. Maar als het dus betekent dat ik make-up video's ga maken, wat ik wel erg leuk vind, merk ik nu. Dat betekent dus dat ik moet gaan sparen voor een hele dure camera. Zodat ik gewoon mijn YouTube kanaal kan opbouwen met make-up. Maar ik wil geen meeloper zijn, dus ik wil niet iedere keer even tussendoor, even die lichten. Dus ik wil niet iedere keer video's maken die op andere lijken. Maar dat betekent dus dat ik een nieuwe, dure camera moet gaan halen en dan make-up video's moet gaan maken. Oh, ik doe ook dit. Dit doe ik sinds kort. Ik krijg normaal gesproken te kleine ogen ervan, maar sinds kort doe ik het gewoon. Want het staat lekker aangekleed. Beetje open dood. Batterij bijna leeg. Sorry, ik moet even altijd bij focussen. Mijn ding moet focussen. Mijn camera. Vervelend. Oh, ik heb helemaal niet laten zien tussendoor wat ik gebruik, of wel? Nou, de kwast voor mijn oogschaduw was van de HEMA. Dit is gewoon van Essence. Long lasting. Kijken. Nou, dit doe ik gewoon even snel. Even knipperen. Eerlijk, het meest irritante is als je je eyeliner aanbreekt en je moet ineens niezen. Oh, dat vind ik vreselijk. Ik doe een klein puntje. Kijk, wat een verschil. Ta-ta-ta-ta. En dit is echt heel goed op mascara. Ook gewoon van Essence. Kijk, ik koop wel eens dure dingen. Ik heb bijvoorbeeld wel een beetje rimmel. Zelfs dat vind ik niet duur. Ik heb absoluut geen Instagram make-up producten. Zoals je die altijd kan lezen. Sephora of MAC. Ik wil geen MAC, want die test op dieren. Heba test niet op dieren. En Essence ben ik eigenlijk niet van op de hoogte. Dus eigenlijk heel stom dat ik daar nu over begin. Over op dieren testen. Maar zodra ik weet dat mensen op dieren...
testen, tenminste de merken, dan wil ik het niet meer. Zo. Zo. Zal ik nou net zo? Nee, ik let er niet op hoor, sorry. Ik moet er echt helemaal aan wennen. En jullie mogen natuurlijk allemaal tips geven hieronder. Maar normaal gesproken gebruik ik een wimperkruller. Ik gebruik echt van alles. Ik doe mijn make-up altijd op een andere manier. De ene keer doe ik heel erg overdreven. Lijkt wel een drag queen. De volgende keer doe ik weer wat lieflijks en wat rustigers. Oh, hier, wacht. Ik heb van L'Oreal lip contour. Zie je, dit is helemaal bagger, joh. Was die daar? Ja. Beetje dichter. L'Oreal lip contour. Welke kleur is dit? 300 Velvet Robe. Robe. Geen rose, het is robe. Ik maak hem iets scherper. Oké, ik doe al flinke lipstift, want dat maakt echt mijn hele gezicht af. Zo. Dan gebruik ik de lippenstift Color Rich 473 mat. Het is mat en Obsidian. Obsidian. Maak me eindelijk uit. Kijk, hij is helemaal nog best wel nieuw. Die doe ik ook op. Nee! De eerste make-up video dan dit. Ik zie het helemaal. Geef mijn haar even een kleine snelle update. Dit is niet leuk. Dus ik doe gewoon alles zo. Of ik doe hem hoog. Ja, ik heb een hoge dag vandaag. En ik heb natuurlijk niet voor niks mijn Barbie borstel. En normaal gesproken zou ik een beetje foundation tussen rouge doen of zo. Maar ik merk dat met dit weer krijg ik gewoon heel snel pukkels. Dus ik geef het gewoon op. Ik doe het gewoon niet. Dus. Ja. Dit wordt het. Nou, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond. En ja, ik ga niet ineens alleen maar make-up video's uploaden. Natuurlijk ook gewoon nog even praatvideo's en dingetjes. Maar, vond je het nou leuk? Laat het even weten. Ik moet nog helemaal... Kijk hoe kort deze is. Ik moet nog helemaal inkomen. Dus geef me een beetje de ruimte. Want ik heb geen idee hoe ik dit moet doen. Het is mijn allereerste video in mijn eentje voor mezelf. En nou, eigenlijk was dat wel. Laat me weten wat je ervan vond. Later!